Hoi allemaal, ik ben Nanda van Pretty Presents en vandaag laat ik jullie de allernieuwste Charm Kit zien. Deze Charm Kit is gebaseerd op de kerst, dus je vindt hier allerlei kerstspullen aan. Zoals kerstklokjes, een engeltje, belletjes, natuurlijk helemaal van de kerst, een rode knoop. Ik heb diverse parels gebruikt. Even kijken, lint zit er aan. Nou, heel leuk, super leuk om aan je album te hangen. Wat zit er allemaal in de kit? Ik zal deze even aan de kant schuiven. In de kit zit natuurlijk, om te beginnen, de sleutelhanger met ketting. Nou, je zag het net al, ik heb gebruik gemaakt van een metalen roosje. Met twee super leuke bedeltjes of glaskraaltjes. Deze komt in de kit. Glaskralen, ze zijn doorzichtig in zwart, groen en rood. Bevestigd aan elkaar, dus het wiebelt lekker, leuk. En je zag hem al, de knoop aan de lampvorm zit in de kit. De twee belletjes zitten in de kit. Ik heb er een leuk pareltje aangehangen met een spacer bead. Zit ook in de kit. Dan zit er natuurlijk in de kit, niet te vergeten, de charms, oftewel de bedels, de klokken. De laars zit erin. Hier zijn de kerststafjes. En natuurlijk het engeltje. En dan heb ik weet niet of dat zichtbaar is, een soort druiventrosje gemaakt. Met diverse parels en filigraankralen. Heel erg leuk. Nou, die zit ook in de kit. Dan natuurlijk om het geheel te bevestigen, zal ik ook in de kit nog eventjes wat splitteringen doen. Dus die zitten er ook in. Daarmee, dit zijn voldoende splitteringen om de hele kit te kunnen bevestigen. Nou, je zag dat ik had gebruik gemaakt van wat lint. Dat krijg je erin. En het geheel had ik bevestigd aan een tag. Dan komt het er zo uit te zien. Heel leuk. Je kunt hem ook cadeau geven voor de kerst. Natuurlijk ook heel leuk. Alles zit er aan. Nou, de kit, ik heb er maar 5 van. Omdat het natuurlijk, het zijn kerstbedels. En die zijn nog een beetje moeilijk om aan te komen. Dus ik heb er maar 5. Deze is ook te koop. Hij zit al helemaal in elkaar. Dus daar hoef je niks meer voor te doen. Mocht je deze willen kopen, dan moet je mij even een e-mailtje sturen. Dat kan. Ik zal hier onderaan even de links vermelden van de webwinkel waar je de kit kunt kopen. En als je deze wil kopen, dan zal ik even het algemene e-mailadres erin zetten. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. En laat vooral een reactie achter van wat je hiervan vindt. Ik ben benieuwd. Bedankt voor het kijken.